Ik sta hier bij drie hele jonge deelnemers. Stel jezelf even voor. Ik ben Marijn Aerts en ik ben 13 jaar en ik doe mee aan Swim to Fight Cancer. Ik ben Ruben Vesten en ik ben 14 jaar oud. En ik doe mee aan Swim to Fight Cancer. Ik ben Frederike Hemerskerk. Ik ben 12 jaar oud en ik doe mee aan Swim to Fight Cancer. En waarom doen jullie mee, jongens? Mijn vader heeft zelf kanker en daardoor doe ik zelf mee voor onderzoek. Dus ja. Heel gemotiveerd. Ja, ik doe. Mijn opa is eraan gestorven en ook zijn vader. Ja, ik ben. Mijn oma heeft me gestuurd. Dit is de derde keer nu. En ook omdat zijn vader en mijn oma zelf ook, die heeft kanker gehad. Jullie zijn gewoon solidair en dat is mooi. Hey, en ik denk dat jullie een van de jongste deelnemers zijn. Jullie doen voor de eerste keer mee? Nee, ik doe er voor de tweede keer mee. En is dat gelukt de vorige keer? Ja. Want het is best een end, hè? 2 kilometer. Nou, wij zwemmen geen 2 kilometer. Okay. Hoeveel ga je zwemmen? Dat weten we nog niet. Oké, dat moet de tijd uitwijzen. Ja. En jij? Ja, ik doe voor de derde keer mee. En hoeveel kilometer ga je zwemmen? Ja, we zijn proberen om kilometer te gaan zwemmen. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Nou, ik heb veel respect voor jullie en we gaan jullie volgen. Veel succes, hè? Ja, dankjewel.